Welkom bij Studio Tech Insight, locatie Ede. Vandaag gaan we het hebben over het stukje veiligheid in de sport en in de praktijk. Wij gaan nu kijken naar een opname van afgelopen seizoen en let daarbij extra even op de sleepwagen. Ik sta hier met Clemens van de Nommercy Sleepwagen, Melis, trainer van Iris Tech en Nathan, deelnemer van de talentenklas van Iris Tech. Clemens, wat gebeurde er met de sleepwagen? Ja, deze deelnemer die kwam een beetje dicht bij de lijn, dus hij stopte, hij deed zijn gas dicht. Maar het komt ook wel eens voor dat hij over de lijn gaat en dan kunnen wij ingrijpen op de sleepwagen. Dan kunnen we de noodstop drukken om te zorgen dat de hele combinatie zo snel mogelijk tot stilstand komt. Jij als bestuurder moet ook aan bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoen? Ja, wij zijn verplicht volgens een bepaald reglement om een goede helm te dragen. De veiligheidsgordels in de stoel, een degelijke stoel. En we zitten achter een schermpje dat kluiten die nog wel eens rondvliegen of steentjes misschien, dat we die niet direct op ons afkrijgen. Maar daarnaast in de praktijk verandert het natuurlijk ook ontzettend veel. Ja, er zijn heel veel zaken. Misschien is het beter dat we even rondkijken bij de trekker zelf buiten. Nou, daar staan we dan. Nathan, jij zit in de talentenklas. Wat zou je nou van Melis willen weten? Wat is er eigenlijk veranderd aan de trekker sinds afgelopen januari 2018? Oei, dat is heel veel. Dat begint bijvoorbeeld met de dode hoekspiegels. De knoppen op de zijkant van het spanbord. Zodat we de trekker aan de achterzijde kunnen bedienen. Zonder dat we tussen trekker en werktuig bekneld kunnen raken. De beremming van de trekker is fors aangepast. Ook de aanhangwagenberemming van de trekker. Stel dat de aanhanger los raakt, dan gaat hij altijd direct op de rem. We gaan nu even in de cabine kijken. Er zijn twee nieuwe knoppen gekomen. Een van de knoppen is voor de aftekas, zodat we niet onbewust in een draaiende machine terecht kunnen komen. De tweede knop, dat is een testknop en heeft betrekking op de handrem. Op het moment dat een combinatie trekker-werktuig op de handrem staat, dan moet het zo zijn dat de trekker, zonder dat de aanhangwagen remt, de hele combinatie op zijn plek kan houden. Het klinkt als enorm veel veranderingen sinds afgelopen januari, maar het is ook een enorm hot item in jullie branche. En daar kunnen ze voor bij jullie terecht. En daar kunnen ze voor bij ons terecht, ja. Dankjewel Melis, dankjewel Nathan. Dit was Studio Tech Insight. Graag tot de volgende keer.